Goedemorgen. Goedenavond. Goeie, weet ik veel wanneer je dit kijkt. De kerst is weer voorbij. En zoals iedereen hebben wij ook cadeautjes gedaan. Ik weet niet of iedereen dat doet. Dat moet ik niet zeggen. Wij hebben cadeautjes. We doen altijd onderling met z'n drieën cadeautjes. En dat viel dit jaar een beetje in het water door Wessels werk. Maar we hebben een moment gevonden om dat met z'n drieën te doen. En we hebben andere gezellige kerstmomenten gevonden. En wij hebben verder met kerst niks gedaan. We zijn in de bioscoop geweest met z'n tweeën. Wessels aan het werk. En we lekker daarna even wat gedronken. Sorry. En verder gewoon een paar relaxte, gezellige, vrije dagen gemaakt. Maar ik heb een leuke doos van Chanel. En wat daarin zit, is de Coco Mademoiselle Pearly Body Gel. Het is echt een huge fles. Wat ik jammer vind, is dat het een schenkdopje is en niet oh, heerlijk die geur. Ja, je ziet het niet zo goed op de camera, maar het is echt heel lekker. Die heb ik gehad. Wat heb ik nog meer gehad? Ik heb van de nieuwe kerstcollectie een oogschaduwpalet gehad. Dat komt altijd in zo'n zakje. Met een plasticje. En dan is dit het. Waar die dingen uitvallen. Heel mooi. Dit is gewoon de nieuwe. Dit is de kersteditie, zeg maar. Heel blij mee. Gooi het ernaast. En ik heb van de nieuwe kerst holiday collectie, hoe wil je het noemen, een lipstift gehad. Dit is de Rouge Allure Extra. Dat is een dunne lipstift. Die gaat zo met zo'n pompje omhoog. En is het zo'n dunne lipstift? Ik heb hem al gebruikt. En hele mooie, beetje donkerrooige berry kleur. Daar wordt een mens blij van dit soort dingen. Waar ik ook echt blij van werd, waar is mijn doekje? Hallo? Oh, hier. Waar ik ook blij van werd, ik moet echt mijn best doen om het eraf te krijgen. Is dat ze een heleboel goodies erin had gedaan. Een Mademoiselle geurtje. Een Sublimage cremetje. Nog een. Nog iets van Sublimage. Nog iets van Sublimage. Nog iets van Sublimage. En een body cream in een heel klein lief potje. Heel leuk. Ik hou van proefjes. Ik gebruik ze ook altijd echt. Of het wat doet, weet ik niet. Want wat weet je, je kan dat een weekje gebruiken en dan is het klaar.
Wat er wel in zat, en dat heb ik niet hier, maar dat ligt al beneden. Is een nieuwe toilettas van dit jaar. Dit is de nieuwe. Super cute. Ik heb er een aantal van ieder jaar wel één. Wat er ook in zat, was van de nieuwe Camellia. Dat is deze van dit jaar. Even kijken hoor. En dit is die van vorig jaar. Ze zijn anders. Dit is meer gestreept. En dit is meer gespikkeld. Die had ik hier even bewaard om te laten zien. Een soort kerstballen. En dan zijn ze zeg maar zo dubbel. Kom nog eens even hier. Kom hier. Oh, echt. Dan valt alles er ook uit. Dan zijn ze zeg maar zo dubbel. Dezelfde natuurlijk. Niet die van vorig jaar. En dat zijn dan kersthangers voor in de boom. Ik vond het echt superleuk. Toevallig heb ik een rood-gouw boom. Dus dat was echt hartstikke leuk. Waar ze dit jaar ook mee versierd hebben, er zat aan het lint van dit pakket vast, waren bedeltjes. Hartstikke, een beetje gauwig. Het voelt wel metaal aan. Het is hartstikke leuk. Wat ik ook kreeg, was een sleutelhanger. Nou ben ik het kwijt. Hallo? Hoi. Niet de sleutelhanger was ik kwijt. Of een tashanger of iets. Ook met die bedeltjes eraan. Dus die heb ik aan mijn sleutelbos gedaan. En wat er ook in zat was van Mademoiselle. Een speld met een geurtje. Een proefje. Dit is zeg maar een soort, ja je kan hem als haarspel doen, maar volgens mij is het een soort sjaalspeld om je sjaal zeg maar bij elkaar te houden. Hartstikke leuk. Ik kreeg twee bedeltjes, ik kreeg er eentje met de nummer 5, het flesje erop en een met een soort sterretje. En Wessel kreeg die ook natuurlijk, want ja, dat... Dat dus. Maar dit kreeg ik voor kerst. Nou ja, eigenlijk gewoon deze drie dingen. En zij had lekker allemaal goodies erbij gepakt en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. En dat is... Ze zijn hartstikke lief bij Chanel. Dus dat was het. What I got for Christmas. Nou, Chanel. Dat was hem. Bedankt voor het kijken naar mijn YouTube kanaal. Leuk dat je even was. Doe even een duimpje omhoog. Dat vind ik geweldig leuk. En dat doen niet zo heel veel mensen bij mij. En ik ben natuurlijk ook nog maar een heel klein kanaaltje. Dus fijne dag verder. Doei!